Een spannende dag voor het westen van Brabant, want koning Willem-Alexander en koningin Maxima maken vandaag een tour door die regio. Deze mensen in de Frieskou staan bij de tweede halte van die tour, het Zuidwesthoek College in Ossendrecht. Een school die door het NOC-NSF is erkend als topsportvriendelijk en vooral wielervriendelijk, maar dat is duidelijk. Het koningspaar wordt ontvangen door onder andere Talita de Jong, die twee weken terug wereldkampioen veldrijder werd. We zien de burgemeester en ook Jan Janssen, de toerwinnaar van 1968. Binnen krijgt het koningspaar een rondleiding en uitleg van wielertalenten en ze wonen ook een paar clinics bij. Buiten, als ze weer vertrekken, is het weer aan de veldrijdertjes om nog even te laten zien wat ze kunnen. En dan zul je net zien dat die wipwap mislukt, net op het moment dat de koning staat te kijken. Geeft niks, zegt Willem-Alexander. Gewoon blijven lachen, dan is er niks aan de hand.